het kinderfeest. Peppa en haar vrienden zijn op school. Meneer Stier controleert het dak van de school. Moe! Wie heeft dit dak erop gelegd? Dat was u, meneer Stier. Uitstekend gedaan. Dit gaat nog levenslang mee. Maar het is zo lek als een mandje. Kijk, het gaat van druppel de drip. U heeft een nieuw dak nodig. Oh, nee. Waar halen wij het geld vandaan voor een nieuw schooldak? We kunnen een schoolfeest houden om geld op te halen. Goed idee, Henkie. Maar wie regelt dat? Dat doen wij. Ja, de kinderen kunnen het regelen. Nee. Ik kan de gezichten sminken. Ik kan praten door de microfoon. Wij kunnen een race houden voor de papa's en mama's. En ik kan ballonnen verkopen. Ja, wij gaan een mooi kinderfeest houden. Hoera! Het is de dag van het kinderfeest. Alle volwassenen zijn er. Hallo, volwassenen. Henkie Hond staat bij de microfoon. Geef hier uw geld voor het nieuwe dak van de school. Olivia Olifant heeft een kraampje met spulletjes. Komt u maar, komt u maar. En zoek maar uit wat u wilt hebben. Wat heb jij in op spulletjes, Olivia? Het kost je de hele dag om dit te verkopen. Daar is meneer Vos. Dit ziet er interessant uit. Ballonnen! Mooie ballonnen! Wilt u een ballon, mevrouw Gazelle? Maak ik van jou een rode? Hoeveel is dat? Hoeveel geld heeft u? Oh, natuurlijk. We zamelen geld in voor het schooldak. Kijk, mevrouw Gazelle. Ik heb al mijn spulletjes verkocht. Wat geweldig, Olivia. Hoeveel geld heb jij opgehaald? Geld? Heb jij dan geen geld gekregen voor die spulletjes? Ik hoefde daar geen geld voor. Meneer Vos wilde alles wel gratis meenemen. Nee. Laat hier je gezicht sminken. Suzie Schaap staat bij het schminkkraampje. Hallo, Suzie Schaap. Kan jij mij schminken als een jachtluipaard? Nee, ik kan alleen maar fruit schminken. Oké, maak van mij... een pruim. Zo. Peppa staat bij de grabbelton. Welkom, welkom bij de grabbelton. Moe! Hallo, Peppa. Hallo, meneer Stier. U heeft een groen gezicht. Ik ben een appel. Oeh, wilt u misschien grabbelen in de grabbelton? Oké. Wat moet ik doen? U kunt een pakketje pakken uit de ton. Het is altijd prijs. Meneer Stier wint een popje. Mag ik ook een keer? En mevrouw Kat een graafmachine. Oh, willen jullie ruilen? Nee, nee dank je. Meneer Stier en mevrouw Kat zijn blij met hun prijzen. Komt alle, komt alle. Victor Vos staat bij de race voor de papa's en mama's. Dank u wel. Het is allemaal om geld op te halen voor een nieuw schooldak. Ik ben best goed in rennen. Het is niet rennen, papa. Het is zaklopen. Oh. Je moet in de zak stappen en dan spring je daarheen. Zo snel als je maar kunt. Juist. Op uw plaatsen. Sta klaar. Af. Goed. Ja! Oh. En ze zijn gevallen. Oh. En ze zijn weer opgestaan. Hoera! Kom maar, papa. Je kent ze. En mijn mama is de winnaar. Ja, ja. Hoera! Dat was leuk, of niet soms? Ja, heel erg leuk. Maar eigenlijk moeten wij de kinderen bedanken voor al hun harde werk. Dankjewel, kinderen. En wij hebben genoeg geld opgehaald voor een heel nieuw schooldak. Alweer. Hoera!